Eén toe aan Garda Showdansport. En dat is gewoon dansen met allemaal kunstjes erin. Nou, je moet wel sterk zijn in je armen bijvoorbeeld. Of wel met je benen makkelijk flexibel zijn, zeg maar. Dat je daar wel goed kan. Ik ga nu indansen en opwarmen, zodat daar alles op het podium gaat lukken. Dit zijn Europese kampioenschappen en dan kun je Europese kampioen worden. En als je goed danst natuurlijk. Ik heb het wel al vaker gedaan. Vorig jaar ging het heel goed, toen ben ik zelfs ook Europese kampioen geworden. En dat was een hele belevenis, dus dat was wel heel erg gaaf. Duizend mensen doen dit weekend mee aan het kampioenschap. Er zijn verschillende categorieën. Gwen danst een solo en heeft 14 tegenstanders uit Nederland, Oostenrijk, Duitsland en België. Afwachten, Senaya! Spannend natuurlijk, want je weet niet hoe je gaat dansen. Natuurlijk hoop je dat het goed gaat. En gewoon genieten, en dat is het belangrijkste. Een jury beoordeelt de danser. Ze kijken of jij foutjes maakt, bijvoorbeeld een been misvangt of een wiebel opzij hebt of zo. Daar kijken ze dan naar. En daar rekenen ze ook de punten op. Een paar minuten voor showtime loopt Gwen naar het podium. Ze danst op muziek die ze zelf heeft uitgekozen. Supergoed, ja. Heel tevreden. Het was heel geweldig, je hoorde iedereen klappen. Iedereen was blij, iedereen schreeuwde. Was zo leuk om te horen, ja. Als alle dansers zijn geweest, is het gespannen wachten op de uitslag. Ja! Gwen krijgt van de jury de meeste punten. Gwen, Europees kampioen. Ja, super. Ja, geweldig. Niet te dromen. Super. Gefeliciteerd, joh. We'll be right back.